Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Je Geld in het en Je Leven. We zijn weer te gast in het proeflokaal van Bierbrouwerij De Vlijt en deze week gaan we het hebben over de jeugdzorg. En daarvoor hebben we ook een speciale gast uitgenodigd, namelijk wethouder Paul Blokhuis. Van harte welkom. Dankjewel. De portefeuille van deze wethouder omvat zorg en welzijn, volksgezondheid, WMO, jeugd, inclusief jeugdzorg en het stadsdeel Noord-Oost. Natuurlijk is ons vaste panel ook weer present, bestaande uit onze huisnotaris Leo Kok, makelaar Oscar van Schavenbeke en fiscalist René Boon. Allemaal van harte welkom. Ons onderwerp voor vandaag is dus de jeugdzorg. Meneer Blokhuis, kunt u mij vertellen hoe het op dit moment met de jeugdzorg in Apeldoorn staat? Hoe gaat het ermee? Wil je de lange of de korte versie? Nou, we hebben nog even. Ja. Maar, Nou, het beeld is, we zijn anderhalf jaar onderweg, hè, nadat de gemeente dit als taak heeft gekregen in 2015, in januari 2015. En het beeld is dat we best wel op het goede spoor zitten, maar ik hou er op zich niet van om te ronken. Dat zeg ik aan het begin gelijk. Maar ik denk dat er een aantal hele goede stappen zijn gezet om de beweging te maken van zware zorg naar lichte zorg, want het beeld wat landelijk bestaat is wel dat er meer jongeren in hele zware zorg zitten dan strikt nodig is. In Nederland, er is iets paradoxaals aan de hand. In Nederland, internationaal onderzoek naar internationaal onderzoek wijst steeds uit dat Nederlandse jeugd is het meest gelukkige ter wereld. Maar er zitten nergens zoveel kinderen in de jeugdzorg, 1 op de 7 en op de 8, dan in Nederland. En je zou zeggen, ja, misschien dat de kinderen in de jeugdzorg dan heel gelukkig zijn, maar daar wringt iets. En wij willen met z'n allen wel de beweging maken minder zwaar dan tot nu toe het geval is. En zo snel mogelijk jeugdhulp inzetten als dat nodig is. En ik denk dat we in Apeldoorn heel eind op de goede weg zijn. Het gaat over 3.500 kinderen in Apeldoorn. Wanneer kom je in de jeugdzorg? Ja, dat kan. Dat ligt eraan of je ouders hulpvragen gaan stellen als er dingen fout gaan. Hè. Het kan zijn dat ouders denken van met onze Pietje of met onze Marietje gaat er iets niet goed. En ze gaan naar het consultatiebureau, dat is van 0 tot 4, stellen vragen. Luistert absoluut niet, eet slecht. Dat zijn dan vragen waarmee je naar hulpverleners gaat. En wat mij betreft wordt dan zo snel mogelijk laagdrempelige hulp geboden. Maar het kan ook andersom zijn dat ouders helemaal geen hulpvraag stellen, maar dat die ondertussen zorgen voor een hele onveilige situatie van het kind. En dan moet het netwerk daaromheen signaleren dat er iets fout gaat. En beide gevallen, ouders kunnen interveneren, vragen stellen. Wat kan leiden tot hulpverlening? Het kan ook zijn dat ouders voor die onveilige situatie zelf zorgen en dat er van buiten hulp moet worden ingevlogen. En helaas zijn we daar wel eens te laat bij. Dus dat is de kunst om steeds op tijd te interveneren. En scholen spelen die ook een rol? Scholen spelen een hele belangrijke rol. Het is een belangrijke vindplaats. En daar zie je ook wel wat gebeuren, hoor. In de afgelopen 30 jaar zie je ook dat leerkrachten er alerter op zijn om te signaleren. Ik weet voorbeelden van mensen die in de jaren 80 tekeningen maakten van een kind dat helemaal bont en blauw was geslagen en in een hoekje lag. En dat de tekendocent dan zei van, tjonge, je hebt een mooie tekening gemaakt. Daarmee het signaal negerend dat dat kind zichzelf had getekend. Ja. Of een Engelse docent die een gedicht zag van een meisje van, ik ben vertrapt en ik word geslagen. Zo, jouw Engels is een mooie pijl. Terwijl daar een signaal werd uitgegeven van, leraar zijn er veel meer alert op nu. Ja. Wat is het verschil tussen je gaf aan licht en zware jeugdzorg? Ja. Ik kan me voorstellen dat zwaar echt misschien wel richting criminaliteit gaat. Ja. Of niet? Wat is het onderscheid daarin? Ja, zwaar is vooral ook dat kinderen bijvoorbeeld aan het gezag van de ouders worden onttrokken. Ja, onder toezichtstelling, okay. Door een rechterlijke uitspraak. Dan gaat het heel ver. Tenminste, dat kan heel ver gaan. En dat de rechter dan oordeelt als onafhankelijke instantie. Hier is een zodanig onveilige situatie aan de orde voor ons kind, voor dat kind. Dat moeten we tegen zichzelf beschermen en tegen zijn ouders. En die halen we uit de ouderlijke macht. En dat leidt ook vaak tot een plaatsing in een instelling. Maar daar vinden wij in Apeldoorn ook wel wat van. Wij vinden dat er veel te veel kinderen in instellingen zitten. Nederland is koploper met aantal kinderen in jeugdzorg. Maar Nederland is ook wereldkampioen in uithuisplaatsen. Er zitten heel veel kinderen in instellingen. En nou, het is echt Apeldoorns om ervan uit te gaan dat we kinderen zo dichtbij mogelijk willen helpen. Dus niet al die kinderen in een instelling stoppen. In een aantal gevallen heb je geen andere keus. Maar liever ook kinderen thuis of bij een pleeggezin bijvoorbeeld opnemen. En hoe doen we dat landelijk ten opzichte van landelijk? Ja, er zijn nu nog niet echt wat we noemen benchmarks, hè, dat we een vergelijking hebben. Maar landelijk, laat ik even anders beginnen. Apeldoorn is al heel vroeg begonnen. Wij zagen de beweging eraan komen dat de hele verantwoordelijkheid van jeugdzorg onder het gemeentelijk domein kwam. En Apeldoorn is daar al heel vroeg op gaan voorbereiden.
En dat betekent dat onze centra voor jeugd en gezin, daar hebben we er vier van in Apeldoorn. Er zijn vier zeg maar, soort bureaus waar hele goede professionals zitten, orthopedagogen, hulpverleners, die heel snel signaleren of er iets niet pluis is in een gezin. En die heel snel signaleren en ook heel snel naar gezinnen toe gaan. En met die aanpak zijn we al begonnen voordat wij de wettelijke taak hadden om die hulpverlening op ons te nemen. En daar plukken we nu wel de vruchten van. Sterker nog, er komen echt vele gemeenten in Apeldoorn kijken hoe wij dat doen. Dat is geen bewijs dat je het goed doet, maar dat voorbeeld wordt wel overal genoemd. Die hele snelle interventies, kortdurende hulp, snelle interventies, zo dichtbij mogelijk, dus niet uit huis plaatsen. Dat hoort echt bij Apeldoorn en daar zijn we best wel een beetje trots op. Kun je ook merken dat we een groot dorp zijn? Wellicht dat we elkaar iets beter in de gaten houden? Ja, dat zal wel allicht van meewegen. Nou, in dorpen zie je dat al heel snel er een steunstructuur om een gezin wordt georganiseerd. Dat zie je bijvoorbeeld ook in traditionele kerken, dat er een steunstructuur om een gezin wordt georganiseerd. Die ertoe leidt dat gezinnen die echt opvoedonmacht hebben, dat ze, het lukt ons niet om een Pietje, dan is de meest vergaande stap Pietje het huis uit. Veel mooier is als je zegt, wie kan dus 3 of 4 keer per week ons kind 's avonds met eten hebben, want de borden vliegen door de kamer. Ja. En wat is er nou mooier dan dat je dan bij vrienden, vreemde ogen dwingen, weten we allemaal, dat je bij vrienden Pietje af en toe parkeert. En dat werkt echt heel erg goed en daar zie je echt dat in dorpen zoiets sneller tot stand komt dan in een groot stedelijk gebied. Ja. Paul, ik weet nooit wanneer een uitzending wordt uitgezonden. Hè? Degene die we nu opnemen, daar ken ik de datum niet van. Maar vanmorgen stond, dus deze dag, echt een artikeltje in de Stentor. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb het ook gezien. Ja. En Noord-Veluwe ging het over. Ja. En daar hadden ze het over, en toen dacht ik, hé, dat is ook toevallig, laat ik dat nou eens meenemen. Over een wachttijd van 12 weken voor kinderen, zeg maar. Klopt dat? Veel te lang, ja. Ik heb het ook gezien en ik moest ook aan deze uitzending denken. Ja. Ja. En op zich is dat zorgwekkend en dat is de verkeerde beweging. Hier wordt iets gezegd. Daarom spreek ik jou Dit is de Noord-Veluwe. Dat zijn de gemeenten van Oldebroek tot Putten, zeg maar, langs het randmeer. Weet je, zijn roots is dit. Maar hier wordt gezegd, eigenlijk komt het omdat de gemeente veel meer denkt vanuit budgetten dan vanuit zorg. Dat is eigenlijk de boodschap van het artikel. Ja. En dat is juist zo jammer, lijkt mij. Ja, maar van dat beeld wil ik me distancieren. Dat werp ik echt verder van me, zo'n gedachte. Het zal best zijn dat er een paar bestuurders zoiets hebben van eerste cent en dan de kinderen. Maar dat beeld wil ik heel ver van me weggooien. Sterker nog, ik zeg ook tegen de ambtenaren en tegen mensen die als professional werkzaam zijn, het gaat mij om kwaliteit. En als het meer kost dan dat wij van Den Haag krijgen, dat is dan pech. Maar dat kind en dat gezin moet geholpen worden. Dat kun je dus ook kennelijk. Nou, het is even in een vakjargon, het is een open einde financiering. Ah, het kan niet zo zijn dat als in september een kind zich meldt bij een centrum voor jeugd en gezin met een hulpvraag. Ja. Dat we zeggen, hé, het geld is op, in januari ben je de eerste. Nee, dat gaat gewoon door. Dus dit is gewoon, het kan niet waar zijn eigenlijk? Nou, het kan natuurlijk wel waar zijn, want ik denk niet dat dat een leugen is of zo. Ik vind die wachttijd wel heel erg lang. En hier zullen ook af en toe, bij sommige aanbieders, zullen er wachttijden zijn in Apeldoorn. Feit is wel dat wij met die snelle interventies, zoals wij het hier beogen al jarenlang, erin slagen om echt in gevallen dat er de nood aan de man is, dat er binnen een week tot 10 dagen de hulpverlening in gang is gezet. En dat is een enorme winst ten opzichte van de wereld waar we vandaan komen. En ik bedoel ook allemaal vormgeven door professionals die ontzettend hun best deden. Maar we komen uit een tijd dat er in sommige provincies 71 dagen gewacht moest worden voordat je überhaupt een gesprek had voor hulpverlening. 71 dagen. Hier is de afspraak maken, binnen een week heb je een gesprek. En in sommige provincies was het voorheen, want de provincies hadden een hele belangrijke stem in het kapitel. Is dat goed Nederlands? Hadden een flinke vinger in de pap bij de hulpverlening. In sommige provincies moest je meer dan 160 dagen wachten tussen het moment dat je een indicatie kreeg, dus er is hulp nodig, en voordat die hulpverlening echt werd ingezet. Dus 5, 6 maanden. En wij zeggen, dan moet gelijk moet hulp ingezet worden. Nou, daar zitten wij wel echt bovenop als gemeente. Ja. Wij hebben ook contracten gesloten met heel veel aanbieders en wij zeggen, jullie hebben een acceptatieplicht. Als er een kind komt, die moet je aannemen. En als je geen plek hebt, dan moet je zorgen voor een warme overdracht naar een ander. Ja, ja. En af en toe zal er bij gespecialiseerde hulpverlening best wel aan de orde zijn dat kinderen niet direct geholpen worden. Maar zeker bij crisissituaties, dan moet echt binnen een week, echt bij forse crisis binnen 24 uur, is de hulpverlening ter plekke. Ja. En daar ben ik op aanspreekbaar. Het mag niet zo zijn dat in een crisissituatie dat voortduurt. Dat is levensbedreigend voor een kind. Maar in jouw vakgebied, hè, dat sluit niet zo heel scherp aan op mijn vakgebied. Nee. Hè? Dus ik heb vanmorgen even gegoogeld en gekeken
Waar jeugdhulp wordt hier trouwens gezegd. Is het wat anders dan jeugdzorg? Ja, jeugdhulp is breder, want zorg, ja, dat is al dat je geïndiceerde zorg inzet. Ja. Dat je een, door een hefboom moet. Ja, en hulp, dat is heel breed. Ja. Dat kan bijvoorbeeld ook opvoedondersteuning zijn. Maar ik heb grote bewondering. Als ik kijk naar dat lijstje, dat heb je dus anderhalf jaar geleden door de brievenbus gekregen eigenlijk. Ja. Van, ga het maar doen. Ja. Waar deden, komen dan deden, die mensen... deden jullie al wat voor die tijd of helemaal niet? Nee, het enige wat de gemeenten deden, dat was in... onder de vlag van de toenmalige wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is een wet die in 2007 tot stand is gekomen. Daar stond één wat ze noemen prestatieveld in. Dat was preventief jeugdbeleid. Preventief jeugdbeleid, dus voorkomen dat er problemen ontstaan. En daarvoor heeft Apeldoorn zich altijd fors ingezet. De jeugdzorg, dat is als dat preventief jeugdbeleid kennelijk tekort heeft geschoten en als er echt zorg moet worden ingezet. Maar even ter indicatie, mannen... dat preventief jeugdbeleid in Apeldoorn, daar gaven wij 4, 5 miljoen euro per jaar als Apeldoorn aan uit. Ook eigen Apeldoorns geld. En dat hebben we heel fors neergezet, maar de jeugdzorg kregen we daarbij. Toen kregen wij als gemeente Apeldoorn in één klap er 43 miljoen euro bij. In die verhoudingen praat je. Dus het voorkomen van problemen, tot voor kort stak Apeldoorn daar een tiende in van wat er uit werd gegeven aan zorg. Ja. En als het aan mij ligt... zouden we dat, ja, ik zeg niet helemaal, maar zouden we dat heel fors moeten omklappen. Ik heb veel liever dat we veel meer geld aan de voorkant inzetten en van leg maar kruifkoortjes aan, zorg dat de jongerenwerk is, zorg voor goede ondersteuning van gezinnen, dan dat we het zo laten escaleren dat er 3.500 jongeren, waarvan een substantieel deel fors in de zorg zit, terwijl dat voor een deel toch echt voorkomen had kunnen worden. Ik zeg er ook bij, voor een deel niet, hè. Want ik wil ook benadrukken, kinderen die zorg nodig hebben, die moeten dat altijd krijgen en kinderen met hele zware problematiek, met hele zware afwijkingen, die moeten altijd geholpen worden. En dat kan, daar moet ook het geld bij worden gestopt wat erbij hoort. Ja. Heb je het soms per jaar over voor een kind tussen de 120 en 1000 en 1,5 ton voor één kind? Ja. Ja. Het is dus een groot voordeel, denk ik, want er is een enorme weerstand geweest. Hè? Alles ging van landelijk naar gemeente. Maar als ik jou nou hoor vertellen, dat gewoon binnen een week of moet er zorg zijn. Dat was er dus niet blijkbaar. Dus het heeft ook heel veel voordelen dat naar lokale naar de gemeentes gegaan is. Ik denk dat heel veel ouders die nieuw klant zijn, dat die het verschil niet zien. Omdat ze niet geen referentie hebben. Nee, maar jullie wel. Ja, wij zien het. Maar ik benadruk wel, ik sluit niet uit dat er best wel mensen een poosje op een wachtlijst staan bij heel gespecialiseerd hulpaanbod. Maar in de meeste gevallen, wat we noemen ambulante hulpverlening bij mensen thuis, gelijk opvoedondersteuning, adviezen, dat wordt echt binnen een paar dagen geleverd. En daar gaan we praten op, daar zijn we heel blij mee dat dat gebeurt. En dat doen we ook onder de vlag van voorkomen is beter dan genezen. Dus zo snel mogelijk interveneren. Is het ook duidelijk nu wie de regie heeft? Want het is natuurlijk een aantal keren wel misgegaan in Nederland. En er circuleren heel veel hulpverleners om zo'n gezin op enig moment. Maar niemand neemt dan de regie. Is dat nu ook duidelijk? Dat de regie? Er zullen nog een paar gevallen zijn, zelfs ook in Apeldoorn, waar dat nog niet helder is. Maar daar werken we heel hard aan. En nu is gewoon de standaard aanpak één plan, één gezin, één regisseur. Ja, precies. Één loket. Als er sprake is van problemen, echt forse problemen, heeft het dan over in een gezin. Ik bedoel, als er wat opvoedondersteuning moet worden geboden, dan gaan we niet allemaal regisseurs opzetten en zo. Maar als er multiproblem is, veel problemen, dan is er één professional. Als wij de vraag stellen, wie is er hier in charge? Ik. En die vliegt ook wel andere specialismen in, maar die heeft de lead daarin. En dat werkt wel heel goed, want dan weet iedereen ook van, dat is uiteindelijk de baas van dit traject. En dan mag je die persoon ook op aanspreken. En in laatste instantie mag je mij aanspreken. En daar zie je ook reflexen ontstaan. Misschien dat jullie herinneren, nog niet zo lang geleden stond er in de krant een bericht in, ik dacht Hogeveen, is een meisje van een flat gekukeld. De vraag was, heeft die moeder geduwd of is dat kind gevallen, et cetera. Feit is wel dat de gemeente aansprakelijk werd gesteld voor het ongeval. En die situatie ga je dus wel krijgen. Van, wie was er ook weer verantwoordelijk voor de zorg? Oh ja, de gemeente, die wethouder. Dus die wordt aansprakelijk gesteld. Dus hier was gelijk de vraag, die heb ik ook gesteld aan de professionals. Hoe is dat hier? Hebben wij hier vergelijkbare risicogezinnen? We moeten ons ook één ding wel realiseren. Alle risico's en ongelukken zullen we nooit voorkomen. Het is heel naar, maar in Nederland gaan er per jaar ongeveer 50 kinderen overlijden er ten gevolge van geweld en mishandeling. We gaan één keer per week, dat een kind het loodje legt. Dat gaan we nooit helemaal uitsluiten. Hetzelfde is hier voor Zwitserlocatie heb je water. Als er een kind invalt, dan zijn er mensen die zeggen, zullen we overal langs water in Apeldoorn hekken aanleggen? Dat is natuurlijk nooit de oplossing. We moeten gewoon op elkaar letten. Maar ongelukken voorkomen zullen we nooit helemaal kunnen uitsluiten. Maar Paul, als dit soort jongelui in aanraking komen met justitie,
één keer, hè, dat gebeurt een keer. Ja. Zijn ze dan onttrokken aan dit protocol, zal ik maar zeggen? Is het dan justitie geworden of blijft het dan binnen jullie zorg? Ja, dan blijft het ook binnen de jeugdzorg. Dus bijvoorbeeld de Hoenderloo-groep, bekend in heel Nederland. Ja, Hoenderloo in Apeldoorn. Ja. Daar zitten jongeren die ook met justitie in aanraking zijn gekomen. Ja. Het wordt pas bij de gemeente weggehaald, de verantwoordelijkheid, als er sprake is van jeugddetentie. Als ze echt de gevangenis in moeten. Dan is het valt onder de verantwoordelijkheid van justitie. Maar verder, de justitiële behandeling van jongeren met allerlei straffen, dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar de behandeling die daar altijd parallel aan wordt geleverd, daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Ja. Ja, mijn broer Hans, die is klinisch psycholoog en adviseerde veel bij Hoenderloo en zo. Ja. En daar ging het met name om het alleen maar richting geven aan die kinderen in projecten. Dus hij ging met ze varen, hij ging met zijn hotel exploiteren, dat soort dingen. Ja. Valt dat hier binnen of is dat weer juist Hoenderloo die dat doet? Als Hoenderloo doet, kijk, Hoenderloo gaat in gesprek met de gemeente en zegt, wij hebben arrangementen en de gemeente wil je dat inkopen. En dan zegt de gemeente, nou, dat vinden wij een heel zinvol arrangement, dus daar willen wij met jullie zaken over doen. Ja. En dat valt onder ons contract. Ja, ja, ja. Wij hebben één grote raamovereenkomst met al die zorgaanbieders. Wij sluiten in principe ook geen zorgaanbieder uit die aan onze kwaliteitsnormen voldoet. Dus als er een hele goede psycholoog is die zegt, ik kan ook kinderen behandelen, jullie hebben een raamovereenkomst, welke kwaliteitsnormen heb je over solvabiliteit en ook opleidingsniveau, et cetera. Als ik daaraan voldoe, zeg mijn handtekening eronder, dan mag het CEG ook kinderen doorverwijzen naar die psycholoog. Hetzelfde geldt voor de Hoenderloo-groep en die kan een aanpak hebben waarvan Apeldoorn zegt, daar hebben we baat bij, daar doen we graag zaken mee. Ja. Je hebt het over zorgaanbieders. Wat zijn zorgaanbieders die namen of wat voor soort zorgaanbieders? Maar goed, wat voor verschillende zorgaanbieders heb je dan? Er zijn eigenlijk drie kolommen. Dat is het oude stelsel. Je hebt wat we noemen de GGZ, geestelijke gezondheidszorg. Ja. Dat is psychische hulpverlening. Dat doet karakter, GGNet, et cetera. Ja. Je hebt daarnaast een poot, dat is voor LVB, licht verstandelijke beperkingen. Die helpen dus kinderen met verstandelijke handicaps. Bijvoorbeeld de Hoenderloo-groep op Plurijn. En daarnaast heb je nog de poot jeugdhulpverlening. Dat is een hele algemene vergaanbak. En dat zat vroeger bij de provincie, tot 2015. En dan heb je het over Lindhout en Pactum. Die geven lichte opvoedondersteuning. Maar bijvoorbeeld ook pleegzorg en andere type ondersteuning thuis bij gezinnen. En die vangen ook kinderen op die in een zwaarder traject zitten. Nou, dat zijn de domeinen. Ja. Wat de winst is trouwens die we willen boeken, is dat wij die domeinen tot voor kort heel erg gescheiden optrokken, dat die veel meer gaan samenwerken. En de professionals zelf die zeggen ook, daar is heel veel winst te boeken. Zelfs binnen een domein. Ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van een gezin waar drie kinderen psychische problemen hadden. Die werden door één organisatie geholpen, drie professionals. Die hadden hun beroepsgeheim, privacy. Die professionals wisten niet van elkaar dat ze in datzelfde gezin bezig waren. Dan zeg ik, dan wint de privacy het van kwaliteit van zorg en daar verzet ik me tegen. Ja. Eens. Privacy is een groot goed in Nederland, daar zijn we niet voor niks heel zuinig op. Maar soms kan het heel erg handig en verstandig zijn. En deel dat dan maar met die ouders, van ik ga deze informatie delen met een collega. Dat moet je gewoon melden. Maar dat kan zo belangrijk zijn dat je over domeinen heen denkt. Dit is binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook verstandelijke beperking en GGZ. Die type zorg, die lijken niks met elkaar te maken te hebben. Maar professionals zeggen, vaak komen wij erachter dat jongeren psychische klachten hebben, die worden agressief, die worden depressief, maar dat ten diepste de klacht niet psychisch van aard is, maar dat de grondslag een laag IQ is. Dus kinderen met een heel laag IQ, die kunnen in de weerstand gaan, omdat ze bijvoorbeeld altijd gekleineerd worden, altijd gepest. Die worden agressief. Ja, logisch, dat zou ik denk ook worden. En dat wordt dan gelijk een stempeltje, huppakee, agressief, of trekt zich terug, manisch depressief. Er zijn psychiaters die zeggen, als je dat gaat afpellen, voorbeelden van mensen die 23 soorten medicijnen hadden als psychische klant. Ze kwamen erachter, maar dat is eigenlijk ten diepste gelegen in een verstandelijke beperking. Zullen we daar de aandacht eens naar verschuiven? En dat gebeurde, 23 medicijnen afbouwen. Enorme kosten, maar wat veel belangrijker is, die klant is veel gelukkiger geworden, want die zat niet meer onder het gif. En die werd echt geholpen daar waar het probleem lag. Ja. Dus verbindingen tussen domeinen. En ook wel de verbinding tussen jeugd en wetmaatschappelijke ondersteuning, dus de hulp voor volwassenen, daar is ook nog een wereld te winnen. Als er bijvoorbeeld in een gezin, mag ik nog eventjes? Ja, voor mij wel. Als er bijvoorbeeld in een gezin een kind heel veel problemen heeft,
dan was het tot voor kort, voordat het bij de gemeente zat, en nogmaals, er gebeurde echt heel veel goeds, maar tot voor kort was het heel gebruikelijk dat de aandacht van de hulpverlener voor dat kind alleen op het kind gefocust was. Gemakshalve werd er even aan voorbij gegaan dat papa verslaafd was en dat mama elke dag zat te huilen vanwege de geldzorgen. En het voordeel dat dit nu bij de gemeente zit, naast de wet maatschappelijke ondersteuning, dat is dat wij dat hele, wat wij noemen systeem, maar dat is jargon, dat gezin, hebben we in beeld. En we weten, hier zijn forse geldproblemen, dat drukt enorm op een gezin. Papa die is nog verslaafd ook. En vind je het gek dat hij af en toe zijn kind enorme klappen verkoopt? Dus waar gaan we onze aandacht op richten? Niet alleen op het kind, maar ook op papa. Die moet van zijn verslaving af of zelfs uit het gezin, omdat hij een bedreiging is voor het kind. Nou, een integrale aanpak, dat zet veel meer zoden aan de dijk. En ik denk dat dat voor de BV Nederland, dus ook voor Apeldoorn, echt heel goed is als je een gezin totaal bekijkt. En ook zelfs de straat, de buurt erbij en de familie. Ja. Maar jij komt dus maar, ik moet helaas onderbreken. Ja, de tijd vliegt voorbij. Ik had nog één persoonlijk vraagje voor Paul. Mag dat ook niet? Helaas, helaas. Dit keer moet ik echt ingrijpen. Maar als ik het goed begrijp, gaat het best wel goed eigenlijk met de jeugdzorg in Apeldoorn. 3500 kinderen in de jeugdzorg hier in Apeldoorn. Is dat alleen licht? Of, dat is alles. Licht en zwaar, van licht tot zwaar. Ja. Kijk, maar al met al doen we het eigenlijk volgens mij best goed. Ja, ik hou er niet van om mezelf schouderklopjes te geven. En ja. Dat ga ik zeker ook niet doen, want er zullen ook dingen fout gaan. Maar ik denk dat hoe Apeldoorn ermee bezig is, dankzij, laat ik het ook zeggen, hele goede ambtenaren die mij daarin ondersteunen. Maar ook dankzij heel veel goede professionals die zeggen, we hebben de ruimte om te doen wat we altijd wilden doen, gaan de dingen echt heel goed. Ja, ze worden in ieder geval vrij snel geholpen. Dat is in ieder geval een belangrijk onderdeel. Hoe kijk je naar de komende paar jaar? Gaan er nog grote uitdagingen komen? Of denk je? Ja, wij zijn bezig met een paar programma's. Hè. Ik noemde net al eventjes pleeggezinnen. Ik denk dat in Apeldoorn zijn er 250 kinderen die niet thuis wonen, maar in een instelling. Ja, dat vind ik veel te veel. En ik heb als doel gesteld, ik wil dat er een derde daarvan minstens via een andere route geholpen wordt. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of in een gezinshuis. Dus veel dichterbij en in een gezinsconstructie, maar niet in een instelling. Sommige kinderen kunnen niet anders. Nou, dat zijn wel concrete dingen, stappen die we willen zetten. En er is nog een wereld te winnen. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Okay, dus nog genoeg uitdagingen om aan te pakken. Ja. Kijk, ontzettend bedankt heren en in het bijzonder Paul Blokkenhuis. Ontzettend bedankt voor je aanwezigheid en toelichting. Jullie ook bedankt heren. Brouwerij De Vlijt, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. En u thuis bedankt voor het kijken. Heeft u nog vragen, dan kan dit u mailen naar jegeldenjeleven@rtv-apeldoorn.nl. Nog een fijne dag en graag tot de volgende keer.